Op 27 oktober 2020 werd in de haven van Antwerpen 11,5 ton cocaïne ontdekt, met een geschatte straatwaarde van meer dan 900 miljoen euro. De voormalige topagent die baron is geworden, Willy van Mechelen, zou het brein kunnen zijn achter deze operatie van ongekende omvang op Belgische bodem. Onder een lange lijst van betrokkenen, zoals bandido-leider Geert F., vinden we een andere naam van een beruchte familie die opnieuw in de pers is verschenen, namelijk die van Aquino. Dezelfde familie die in de kranten bekend stond als de Belgische Soprano's. Een familie die net de zomer van 2022 had doorgebracht in een langlopende rechtszaak over de dood van een van hun leden. De familie Aquino kwam in de jaren 1970 vanuit Zuid-Italië naar België, op zoek naar een beter leven toen de mijnbouw nog floreerde. De kinderen groeiden op in de wijk Eijsden, in de gemeente Maasmechelen, waar de burgemeester hun buurtjongens noemde. Vader Francesco deed echter alles om ervoor te zorgen dat zijn kinderen een goed leven leidden. Want we weten hoezeer hij de maffia-organisatie de Ndrangheta haatte, die welig tierde in de straten van zijn vaderland. Dit ging echter niet zoals gepland, want Lucio, een van de oudere broers, bracht criminaliteit in de familie toen hij 18 was. Ik pleegde een overval in Nederland. Iemand klikte en we werden opgepakt. 4 jaar zat ik in de gevangenis. Voor mijn ouders een harde klap. Eerlijke mensen, altijd hard gewerkt. En dan zoiets. Vanaf dat moment kozen bijna alle gebroeders Aquino één voor één het verkeerde pad, door betrokken te raken bij allerlei misdaden. Eerst ging Raf, de oudste, samenwerken met Lucio. Toen voegde Silvio zich bij hen. En zo was de misdaadclan Aquino geboren. Deze weg heeft in de afgelopen 2 decennia naar de top van de Europese drugspiramide gebracht. Hoewel Raf werd beschouwd als de zogenaamde peetvader, was het de jonge Silvio die het opkomende talent was binnen de clan. Dat had hij al meer dan genoeg bewezen toen hij in 2004 in Nederland werd veroordeeld voor ontvoering. Inderdaad, Silvio had een Turks-Vlaamse vriend, genaamd Hilmi. Ze gingen samen naar Amsterdam om partij coke te kopen van de Colombiaan. Maar het bleek suiker te zijn. De ontvoering volgde. Een paar jaar later bevond Silvio zich in het centrum van een internationale ecstasyhandel, waarbij hij niet minder dan 15 miljoen pillen naar Australië verscheepte. Zijn handlanger Hilmi werd in november 2012 voor zijn huis in Maasmechelen vermoord. Silvio zal de eerste verdachte zijn in deze zaak, zoals een van de politieonderzoekers toen opmerkte. Meestal is de persoon die het lichaam van de overledene het eerste aantreft ook de eerste verdachte. Dat was ook hier zo. Silvio was inderdaad de eerste die zijn dode jeugdvriend zag en ging midden in de nacht naar de politie om aangifte te doen. Tijdens de ondervragingen verkeerde Silvio in een emotionele toestand die het grote publiek niet kent. Hij was zeer zwaar aangedaan door wat zijn vriend was overkomen en barstte meerdere keren in tranen uit. Aangezien Silvio tot 2008 in hetzelfde huis woonde, dachten sommigen dat hij het echte doelwit was. Er is immers een verklaring van een Maasmechelaar die in Rotterdam woont. Dat de daders niet op zoek waren naar Geddik, maar naar Silvio. En dat ze niet op de hoogte waren dat hij zelf niet meer in die woning woonde. Uiteindelijk werd er geen verder onderzoek ingesteld tegen Silvio, omdat 2 andere mannen werden beschuldigd en Silvio's alibi stand hield. Mettertijd nam hun rijkdom toe. En, hoewel de meeste eisers de illegaliteit van de Aquino's vermoeden, durfde niemand erover te praten. Totdat de situatie in 2014 op zijn kop werd gezet, met de gerechtelijke bom. Er werden meer dan 30 arrestaties verricht, allemaal in verband met de Aquino-clan. Het licht wordt geworpen op de bende die door de officier van justitie wordt beschouwd als de omvangrijkste bende die we in ons land ooit hebben gehad. Heel België weet van de Aquino's, met meer dan 8 miljoen euro in beslag genomen door de rechtbanken. Bovendien heeft dit lange onderzoek, genaamd RAAK, een internationale organisatie ontmanteld die 2,4 ton cocaïne invoerde. Dit gedurende 8 maanden politiebewaking. Maasmechelen bleek inderdaad een belangrijk hoofdkwartier van de clan te zijn. De gunstige ligging, dicht bij de Belgische en Nederlandse grens, maakt het moeilijker om de activiteiten van de bende op te sporen, waardoor de politie het moeilijk kreeg. Niet te vergeten dat dit onderzoek voor het eerst had laten zien
hoe de groep rond Aquino de risico's om gepakt te worden slim had geminimaliseerd. Het is maart 2013 in de haven van Antwerpen in België. Een volle lading cocaïne arriveert uit Colombia, verstopt tussen de bananen. Gezien de bederfelijke aard van de vervoerde producten is fruit de beste manier om containers sneller door de douane te loodsen. Een paar handlangers speelden een sleutelrol in de operatie. Sabine markeerde regelmatig de drugscontainers als reeds gecontroleerd. Een van de taken van haar partner, Simons, was het communiceren met de bende over het proces. De politie onderschepte de volgende berichten tussen Simons en Nico, een belangrijke luitenant van de Aquino-groep. Hoe gaat het met je, mijn vriend? Is alles in orde? De meisjes zijn op weg naar het hotel, schatje. We moeten alleen wachten op immigratie, maar ze zijn in orde. De meisjes verwijzen naar een lading van 330 kilogram cocaïne. Door deze samenwerking in de haven van Antwerpen kon de lading zonder enige verdenking de haven Rotterdam binnenkomen. Eenmaal uitgeladen in Nederland zou vertrouwde chauffeur Ivan Grobbe de container hebben opgehaald en op weg zijn gegaan naar België. Hij wist echter niets van de politiebewaking die hem kort daarna heeft gearresteerd. En dus zijn er zware veiligheidsmaatregelen getroffen bij aanvang van het proces tegen de familie Aquino. Ze staan terecht voor de smokkel van 2,4 ton cocaïne ter waarde van 72 miljoen euro. Verschillende Aquino-broers zullen worden veroordeeld voor deze handel, om nog maar te zwijgen over de andere professionals. Onder hun een accountant, Vesio Di Pasio, die onder andere betrokken was bij de aankoop van een Slovaaks hotel via slimme belastingconstructie om het geld van de misdaad wit te wassen. In feite zou Silvio Slowakije hebben gebruikt als uitvalbasis voor bepaalde transacties, dankzij zijn vrouw Sylvia L. Deze laatste is een voormalig inwoner van het dorp Stara Lesna, die juist in dit hotel, het Contact Wellness, werkte. Dit moet de reden zijn geweest waarom Silvio het hotel kocht voor 3 miljoen euro via een bedrijf van zijn accountant. Volgens de accountant kwamen de aanklagers naar hem toe omdat Aquino zelf geen activa had om in beslag te nemen. Als u de hele zaak had gevolgd, zou u duidelijk zijn dat ik bij de zaak betrokken was alleen maar zodat de politie beslag kon leggen op mijn vermogen. Bovendien zou Silvio regelmatig zijn vrouw en chauffeur Grob hebben gestuurd om geld van België naar het hotel te vervoeren. Dan neemt het verhaal echter nog een mysterieuze wending. Het blijkt namelijk dat Aquino ook een luxe villa kocht naast een leider van de maffia-clan, de Vadala. Aquino had in dezelfde buurt ook een villa voor Silvia gekocht, die toevallig grensde aan het terrein van een lokaal kopstuk van de 'Ndrangheta. Bovendien blijkt uit telefoontaps van de politie dat een lading in de haven van Antwerpen is aangekomen om door een zekere El Loco naar Slowakije te worden gedistribueerd, hoewel de identiteit van deze man nooit is vastgesteld. Een team van journalisten stond op het punt een onderzoek naar de infiltratie van de Italiaanse maffia in Slowakije te publiceren, toen een van de journalisten werd geëxecuteerd. La Slovaquie est sous le choc après l'assassinat du journaliste d'investigation Jan Kusiak, âgé de 27 ans. Son corps et celui de sa compagne ont été découverts dimanche soir dans leur maison située à une soixantaine de kilomètres de Bratislava, la capitale. Journalisten konden daarom niet verder nagaan of er een verband bestond tussen de Vadala's en de Aquino's. Bovendien zou de dood van het echtpaar zijn bevolen door een machtige zakenman die banden heeft met de corrupte politici. Wat de Aquino's betreft behoren zij zelf niet tot een van de 'Ndrangheta-clans, maar hebben misschien wel handel met hun gedreven. Ze waren een belangrijke schakel in de cocaïnehandel. Zij haalden de containers leeg en vervoerden de drugs over land. Het werken met externe specialisten kan een bewuste keuze van de maffia zijn geweest om een gerechtelijk onderzoek naar hun te vermijden. Laten we echter teruggaan naar het Aquino-proces, waar de enige die met algemene vrijspraak de zaal verliet Lucio was. Typerend voor ons gerecht. Eerst iedereen arresteren om dan nadien uit te vogelen of je schuldig bent. Elke stap die we zetten wordt genoteerd. Altijd. Dat is toch ook geen leven, hè?
Dit alles heeft gevolgen voor de hele familie, die meerdere malen is beroofd. Altijd wordt er geschreven dat de politie bij invallen in onze huizen smakken geld vindt. Zoiets brengt boeven op ideeën. Datzelfde jaar werden zuster Lucia Aquino en haar man vastgebonden en gemarteld, terwijl boeven in de tuin naar geld zochten. Als dat geld er al zou zijn, denkt u dan dat we dat bij onze zus zouden verstoppen? Er is nog een detail waar rekening mee gehouden moet worden. En dat is Silvio's afwezigheid tijdens het proces van 2016. Het is 27 augustus 2015. Silvio rijdt in een Renault met zijn vrouw Silvia wanneer ze ingehaald worden door een voertuig dat hun tot stoppen dwingt. De mannen stappen uit met politiearmbanden en bivakmutsen en roepen: "Antidrugs! Antidrugs!" Een Jaguar trekt op achter de Renault. Ook hier stappen de mannen uit met een politiepolsbandje en lopen in Silvio's richting. Silvio bekijkt de mannen en komt snel tot de conclusie dat dit helemaal geen normale controle is. Hij schreeuwt: "Lopen, Silvia, lopen! Dit is geen echte politie!" Ze rent weg, maar wordt gepakt door een aanvaller. Ze schopt hem in zijn maag en rent naar het bos. Ze rent verder naar het eerste huis dat ze ziet om hulp te roepen. Als ze plotseling geweerschoten achter zich hoort. Silvio nam naar verluid het pistool van een van de aanvallers, Dragisa, en schoot Samson neer. De vergelding is onmiddellijk. De Italiaan wordt meerdere keren in het hoofd en 2 keer in de romp geschoten. Dan beroofde nepagenten Silvio en zijn Audemars Piguet horloge, ter waarde van 50.000 euro, voordat ze Samson, zwaargewond, de Jaguar insleuren. Ze gingen allemaal op weg naar Roermond, nog steeds in Nederland, en lieten onderweg een ambulance stoppen, aldus een getuige. De gewonde is op de vluchtstrook gelegd. De bestuurder van de Jaguar zit bij hem en roept: "My baby, my baby." De chauffeur was inderdaad zijn vader, Sandro. Het ambulancepersoneel probeerde de zoon te redden, maar zonder succes. Uiteindelijk vluchtte de bende toen in de verte politie-sirenes klonken. Een mogelijke liquidatie vanmiddag in Roermond langs de A73 in de buurt van de Roertunnel werd een dode man gevonden. Belgische media leggen een link met een liquidatie even daarvoor in Op Gladbeek, op de in België beruchte crimineel Silvio Aquino. In de pers werd onmiddellijk een verband gelegd tussen de 2 sterfgevallen. Echter, zonder de naam van het slachtoffer op de snelweg te noemen. Een van Aquino-broers wist dus onder valse voorwendselen het Leuvense lijkhuis binnen te komen om foto's van het lijk te maken en deze door te sturen naar zijn contacten. Dit is Samson, die deel uitmaakt van een Roma-clan in Vlaanderen onder leiding van Sandro Hamidovic. Zeker is dat de dood van Silvio de komende jaren een stempel zal drukken op de Aquino's, terwijl ze proberen de reden voor zijn moord te begrijpen, maar ook hopen de daders voor het gerecht te brengen. Het brein achter de moord zou Martino Trotta zijn, een ex-restauranthouder en een vermeende kookhandelaar uit Maasmechelen. Trotta en de Aquino's kennen elkaar al lang. Dit wekt uiteraard vermoedens van wraak. Volgens bronnen waren ze eerder betrokken geweest bij dezelfde drugsdeal die verkeerd was afgelopen. Daardoor verloor Trotta veel geld en werd zijn restaurant failliet verklaard. Silvio's advocaat ontkende echter deze versie. "Trotta en mijn cliënt hebben nooit samen zaken gedaan. Het Openbaar Ministerie dacht dat, maar het is nooit bewezen. Trotta was blijkbaar wel uit op het geld van Silvio. Hij wilde hem laten kidnappen, maar dat eindigde in een fatale schietpartij. We krijgen ons lieve broertje niet terug. Ze moeten nu maar lijden, zoals wij lijden, ons leven lang." Waarop Trotta's vrouw antwoordde: "Mijn man doet geen vlieg kwaad en dat weet iedereen." De verdediging heeft vooral geprobeerd de zaak te herkwalificeren als een gewelddadige overval, in plaats van een poging tot gijzeling. Met name om de straffen te verminderen. De eerste dag was al opmerkelijk, toen clanleider Sandro Hamidovic niet eerder op zijn stoel was gaan zitten als beklaagde, dan dat hij onmiddellijk het snijdende gebaar over de keel naar de familie Aquino maakte.
Zijn gedrag was enkele maanden eerder, tijdens de opening van proces, al bekritiseerd door een van Aquino's. Kijk met wat een lef hij binnenkomt en iedereen begroet. Wat een aansteller. Te denken dat die mannen mijn broer hebben doodgeschoten en zelfs zijn horloge hebben gestolen. Ik moet me echt inhouden. In tegenstelling tot de anderen heeft Radiza Amidovic na zijn arrestatie verklaard dat de bedoeling was Silvio te ontvoeren om een losgeld van 500.000 euro te eisen en dat het plan totaal was mislukt. Dit is ook dezelfde Dragiza die te zien is in een video die tijdens het proces werd getoond, waarin hij biljetten van 20.000 euro naar zijn dochter gooit. Volgens de regisseur hecht de Roma-cultuur veel belang aan uiterlijk vertoon. In de Roma-gemeenschap is het zo dat mannen zich graag stoer voordoen. Ze doen er alles aan om indruk te maken op anderen. Eindelijk was Sandro, bijgenaamd Zigeunerkoning, eerlijk vanaf de tweede dag. Ik heb op Silvio Aquino geschoten. Ik ben dichterbij gegaan en ik heb nog geschoten toen hij op de grond lag. Hij gaf Dragiza de schuld van Samsons dood. Silvio heeft uw wapen kunnen afnemen en zo is Samson gedood. Gij hebt mijn zoon vermoord. Toen was het de beurt aan Trotta om op de vierde dag, na 7 jaar ontkenning, toe te geven dat hij Sandro naar Silvio stuurde omdat hij veel geld had. Ik heb gezegd dat de Aquino's veel geld hadden. Misschien konden ze er ook goud vinden, omdat ze er naar op zoek waren. Net zoals naar horloges. Het was niet de bedoeling om Silvio te doden. De beschuldigde Sandro was het echter niet helemaal eens met Trotta's versie. Trotta heeft me de plaats met de vinger gewezen. En die tip van hem was zeker niet gratis. Ik had met hem afgesproken dat hij als vijfde gelijkwaardig in de buit zou delen. Trotta had geantwoord. Ik heb gezegd dat ze me iets moesten geven, dat klopt. Daarna heb ik er niets meer over vernomen. Er is alleen de kwestie van de ontvoering. Als de zaak wordt aangemerkt als een gijzeling in plaats van een overval, hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Daarom heeft de verdediging gekozen voor poging tot beroving met geweld. De bedoeling was om Silvio te pakken, om nadien binnen te geraken in zijn woning om een diefstal te plegen en zijn kluis te kraken. Die intentie om te doden was er niet van in het begin. Het is ook duidelijk dat een van de broers Amidovic op de uitkijk stond bij Silvio's huis, wachtend op de aanvallers. Uiteindelijk viel het vonnis. De clan werd schuldig bevonden aan gijzeling met Silvio's dood tot gevolg. De intentie om Silvio's huis te beroven werd niet geloofd. Hoe kan je ook spreken over een opbrengst van 500.000 euro? Dat doe je alleen als je weet dat je zoveel losgeld gaat vragen. De enige die levenslang krijgt is chef Sandro, terwijl cliënt Trotta 28 jaar krijgt. Aan de andere kant zou de andere broer, Lucio, in vrede zijn. 10 jaar van mijn leven zat ik al opgesloten. Dat is genoeg. Ik heb fouten gemaakt in het verleden en heb daarvoor geboet. Zo werd hij niet lang geleden gearresteerd in een grote drugszaak, waarbij het voormalige hoofd van de Rijkswacht, Willy van Mechelen, betrokken was. Het onderzoek begon in 2019 na de inbeslagname van ongeveer 2800 kilo cocaïne in een container uit Costa Rica. Gezien de omvang van de zaak en de verdachte is besloten een grondig onderzoek naar de criminele organisatie in te stellen. Zo werd op 27 oktober 2020 in Antwerpen meer dan 11 ton van het witte spul gevonden in schrootcontainers. De grootste kookvangst ooit op Belgische bodem. De bende heeft mogelijk banden met verschillende Belgische politieagenten. Het lijkt een bewijs te meer dat de voorbije jaren onder- en bovenwereld meer en meer versmolten zijn geraakt in de wereld van de cocaïnehandel. Met Van Mechelen in middelpunt, bijgenaamd Nonkel, die destijds hoofd was van de antidrugsdienst, tot ontdekt werd dat hij zelf tonnen hasje had ingevoerd. En in 2002 tot 5 jaar werd veroordeeld. Hij zal zijn straf niet uitzitten. Hij is gevlucht. Volgens een ex-rechter. Van Mechelen weet te veel. Daarom is hij zo lang met rust gelaten.
Inderdaad, Willy van Mechelen werd destijds de baas binnen gerechtelijk informatiedienst, GID. En die ging zonder medeweten van rechters of procureurs informatie verzamelen en operaties in elkaar steken. Ik heb dat toen aangeklaagd, maar niemand durfde van Mechelen of de Rijkswacht een stroopbreed in de weg te leggen. Willy zou bescherming hebben kunnen krijgen, wat zou kunnen verklaren waarom hij in 2002 niet direct is gearresteerd, ondanks het feit dat iedereen vermoedde dat hij naar het buitenland zou vluchten. De man bleef dus bijna 10 jaar buiten bereik van de politie, totdat de politie in Nederland op zijn deur klopte. Hij bracht 2 jaar door in de gevangenis, maar werd vervroegd vrijgelaten wegens hartproblemen. Volgens een gepensioneerde rechercheur is het geen verrassing dat Willy van Mechelen achter de tralies zit. Wat kon van Mechelen anders doen nadat hij was veroordeeld voor drugshandel? Willy leefde jarenlang een anoniem leven. Er werd zelfs onthuld dat hij wegens gezondheidsproblemen in het ziekenhuis was opgenomen. En volgens sommige bronnen heeft hij zelfs euthanasie aangevraagd, totdat hij plotseling van de radar verdween. Maar de ruim 70-jarige ex-rijkswachter leek nog een laatste, grote slag te willen slaan. In deze enorme drugsvangst is zijn vermeende zakenpartner Tom B., een bijna onbekende zakenman, maar beschouwd als een zwaargewicht in de business, permanent woonachtig in Marbella. Hij werd echter geboeid toen hij terugkeerde naar België, om de communie van een kleinzoon. Ook was Willy van Mechelen het grote brein achter deze klus. Pas toen de versleutelde berichtendienst Sky ACC werd gekraakt, werd de man die het transport van deze big deal organiseerde, Geert F. uit Limburg, gevonden. Geert beklom geleidelijk de ladder van de criminele wereld, die echt een naam maakt als president van de Bandidos Motorclub. Het Hof vermoedt dat de club hem juist rond 2015 heeft aangeworven vanwege zijn drugsexpertise. Deze Limburgse crimineel werd gearresteerd in Marbella, Spanje, waar hij een luxueuze levensstijl leefde. Het blijkt dat Geert door de onderzoekers is gezien op een bijeenkomst met Willy, Tom en andere bandido's in een brouwerij. Omdat de processen lang duren en de lijst met verdachten erg lang is, wordt Willy van Mechelen in april 2022 vrijgelaten uit de gevangenis, met een elektronische armband, zodat hij het onderzoek vanuit huis kan volgen. Het zal echter veel langer duren om de beschuldigden te berechten en om de precieze rol van elk van hun te begrijpen. Ook Lucio is vrijgelaten, omdat zijn hoofdrol in deze zaak niet duidelijk is. Wat de Aquinos betreft, is het zeker dat het nooit meer hetzelfde zal zijn sinds het verlies van Silvio. Ondanks zijn criminele verleden krijgt de familie nog steeds veel steun. Ze hebben me nooit iets misdaan, is een uitspraak die elke inwoner van Maasmechelen vaak hoort.